Dagteksten voor woensdag 14 december 2022. Zacharia 2, vers 15. Vele volken zullen zich bij mij, de Heer, aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn. Vele volken zullen zich bij mij, de Heer, aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn. Zacharia 2, vers 15. Het leerwoord is gehaald uit Openbaringen 7, vers 9. Johannes schrijft, ik zag en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Johannes schrijft, ik zag en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Openbaringen 7, vers 9. Hemelse Vader, dank u wel voor deze dag, voor deze sprankelende hoop, het verlangen om u te zien, om bij u te horen. Dank u, Vader, voor die belofte dat vele volken zich bij u zullen aansluiten, dat u ons zal nemen als uw volk. Vader, zo komen wij voor uw troon van genade. En alleen door uw genade kunnen wij uw koninkrijk binnenkomen. En we willen u bedanken, we willen u loven en prijzen dat u uw zoon de prijs heeft laten betalen. Dank u, Vader, dat wij deze adventsperiode mogen uitkijken naar uw komst voor het eeuwig leven. Wanneer wij voor eeuwig bij u mogen zijn, waar er geen ellende meer is, geen angst, geen pijn, geen zorgen. Dank u, Heer, dat wij dat mogen vragen aan u. En we komen voor uw troon van genade, om u te vragen om vergeving, om uw genade. Was ons schoon met uw kostbaar, dierbaar bloed, o Vader, en behoed ons voor alle uitdagingen. Help ons om ons oog steeds op u gericht te houden en daarbij anderen tot u te trekken. Zo komen we bij u met onze familieleden, met onze gezinnen, met een ieder die wij ooit eens zijn tegengekomen of zullen tegenkomen, o Vader, waar dan ook en in welke hoedanigheid dan ook. Dank u, Vader, dat u ons aanspoort om onze vijanden te zegenen en bidden voor wie ons haten. Dat wij ze op die manier bij u kunnen brengen, maar ook ons hart vrijzetten, zodat u uw intrede kan doen. Dank u voor elke jarige. Dank u voor elk een die wat te vieren heeft. Voor elk een die voor een taak staat en u met hen meevraagt. Dank u dat wij vandaag onze agenda, ons alles aan u mogen geven. Maar ook de zieken, ook zij die voor een operatie staan. Een spannend ogenblik. Ook zij die terminaal zijn, troost hen. Neem hen in uw machtige armen en alleen uw wil kan geschieden. Want er gebeuren nog steeds wonderen in uw naam. En zo komen wij ook met de angstigen, de senioren, burgers, wezen en weduwen, kinderen, tieners. Elk een in oorlogsgebieden, elke leider van landen, van koninkrijken, maar ook van groepen en ook van uw gemeenten. Help ons om te staan in uw glorie en te gaan met vaste tred, uw licht dragend en uitdelend in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.